Yo mis! Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life Golden Scorpion serie hier natuurlijk op mijn kanaal Ras Gaming. In deze serie probeer ik natuurlijk mijn Scorpion goud te halen. En wat wij daarvoor moeten doen is, wij moeten ten eerste 100 headshots pakken. Op dit moment hebben wij 38 van de 100 headshots alweer binnen. En we proberen natuurlijk in dit potje ook weer zoveel mogelijk headshots te halen. Dus vind ik deze serie leuk? Ram natuurlijk zoals je kaart op de lijst op Delft mijn norm. En dan gaan we kijken of het gaat lukken, ja of nee. Ik hoop het. Ik hoop dat het gaat lukken. Ik probeer meteen underground naast te... What the fuck? Mooi is hij voor, man. Bijna. Jammer voor jou was die mis. En gelukkig voor mij was die mis, want anders was ik dood. Jongens, jullie zijn niet zo slim, enemies. Ik heb nu alweer een UAV namelijk. Dus ik weet niet waar jullie mee bezig zijn. Maar het komt in ieder geval niet goed op deze manier. Zo, oh, blijf spelen. Dat loopt hier. Oh, kut. Wacht, nu heb ik een... Oh, kut. Dit is niet goed. Ze weet dat ik hier rondloop. Ik moet nu heel snel hier weg. Er komt er eentje achter me aan. Die komt er 3, 2, 1. Nu aan. En er komen er nu nog meer. Nu moet ik gewoon op af. Wachten. Gaan. Go. Weg hier. We gaan hard. We maken alleen geen headshots. Maar ja, weet je. Fuck it. We gaan nu lekker. Ledger. Dat was wel een headshot. 10 streak op dit moment alweer. Dat was te verwachten dat ik naar boven kwam. Want ik kill net iemand daar. En nu hebben we vrije loop. Nu kunnen we... Oh, nee, we hebben geen vrije loop. Nevermind. Was grapje, jongens. Komen er 2 aan hier? Of lopen die allebei boven? Oh, die lopen allebei boven. Oké, top. Laat ze maar komen dan. What the fuck? Die andere... Ik zag die andere niet! Ik zag serieus die Wendy met zijn tak 45 of zo. Maar oké, dat was in ieder geval een lekker begin. We hebben nog steeds die B-vlog niet, dus ik weet niet wat mijn teammates hebben gedaan. Die hebben makkelijk die vlag kunnen pakken, alleen ze hadden er blijkbaar geen zin in. Dus goed gedaan, teammates. Ik heb weer helemaal niks aan jullie. Maar oké, weet je, shit happens. In ieder geval, we moeten niet in de sponsor komen, want we nu wel komen. Dus teammate, pak die fucking B-vlag, mongolhoofden. Dankjewel. Oké, ik ga zelf dood. Pak die alsjeblieft. Alsjeblieft, jij gaat nog dood ook. Ik heb fucking een orbital visit ingeroepen, jongens. Ik heb 40 headshots, nice. Ik heb fucking een orbital visit ingeroepen. Serieus? Je gaat... Oké, yo. Goeie gozer ben jij, man. Je bent zo goed in die game als je daar gaat campen. Niet te geloven. Ja, kijk. We hadden makkelijk die B-vlag kunnen pakken. Maar mijn teammates hebben die hele orbital weggegooid. Ik heb ook die orbital weggegooid. Dus we hebben er nu eigenlijk helemaal niks aan gehad. Alleen die B-vlag die hebben we toch echt op een gegeven moment nodig. Anders winnen die enemies keihard. Plus kunnen wij natuurlijk kaart in die sponsor komen. Dat wil ik niet. Dus als ze me nou even helpen hier, oh. Dankjewel. Dan heb ik de B-vlag, zitten we niet meer in de sponsor en dan kunnen we eruit. Dus dankjewel, teammates, voor de hulp. Ik heb geen ammo meer, nog 10 kogels, fuck. Oké, dankje, nu moet ik ammo halen. Hup. Kom maar, maat, ik sta te campen namelijk. Weet je wat, ze komen allemaal naar me toe. Dan lopen we nu achteruit. En boom. Fucking campers. Zag je hem zitten, man? Die enemies zijn hard te campen, hoor. Ze lopen er wel op af, alleen ze durven op een gegeven moment niet meer verder te lopen. En dat is het probleem, Miro. Zie je, ze lopen er wel op af, alleen ze lopen zo sloom naar voren. Dat op een gegeven moment kom je gewoon die camper weer tegen, ergens. Oh. Teammate. Pak hem dan, maat. Oh my god. Ik had weer een headshot, nice. Ja, ik knal ze allemaal af, hè. Al die fucking enemies gaan eraan. Alleen mijn teammates die zijn er niet zo goed in. Teammates, ik vind dat jullie even wat beter je best moeten doen, man. Capture kill, woo! Ik hou van capture kills. Ik heb er niks aan, maar het is altijd nog leuk om te krijgen. Kom op, boys! Ze zitten daar nog steeds te campen. Hij gaat zo meteen een killstreak halen, man. Ik kan hem wel... Wacht. Ik heb een tactiek om die vent te killen. Wacht maar. Weet je hoe wij die vent gaan killen? Ik heb de perfecte tactiek voor hem. Ik heb de perfecte tactiek voor hem. Kom maar. Niet doen. Oké, let op. Ligt hij er nog? Oh. Dus ik ben nu helemaal hier voor niks naartoe gerend. Oké, nou, dan weten we dat ook weer. Doen we dat volgende keer niet meer. Ik dacht, die vent leeft nog wel, maar... Tegendeel bewijst het. Hij was al lang dood. Dus dat was weer... een mooie actie van Jaraski. Iemand achterna gaat die al dood is. Rot nou op, man! Fucking, jij bent echt... Leon, jij bent echt een noob, ouwe.
Daar maak ik geen grap over. Die vent zit met fucking... Ja, oké, ik ben langzaam aan het gelopen. Die vent zit met Bowser Betty's te campen, met Shock Charge te campen. En als hij niet aan het campen is, dan gooit hij die shit alsnog neer. En dan gaat hij alsnog campen, terwijl hij niet aan het campen is. Oftewel, het is een... Iemand die het campen in zijn bloed heeft zitten. Want zonder te campen, kan hij alsnog campen. Snap je hem nog? Ik niet. Oh, lucky bastard. Oké, we staan achter. Ik sta 35 op 9. Ik heb het hele team gewoon gemiliëerd. Keihard. Alleen mijn teammates. Die moeten ook wat doen. Ik heb deze vent nog zo hard geraakt, hè, Hero. Helemaal aan het einde. Hij probeerde mij ook nog te killen, alleen dat lukte hem niet. Want ik raakte hem weer kaart. Hier probeerde hij te poepen namelijk. Kijk maar hier. Hier probeerde hij te poepen. Oh, je ziet het niet meer. Hij probeerde daar het zwembad uit te gaan. Alleen toen raakte ik nog. Toen rende hij door. En mijn teammates die waren nergens te bekennen. Dat houdt dus in dat we nu ronde 2 ingaan met 1 punt achterstand. Mijn teammates die doen helemaal niks. Dat doen ze al het hele potje niet. Dus ja, weet je, daar heb ik ook helemaal niks aan. Dus we moeten het zelf doen. Mispoes. Dus we moeten het zelf doen. We moeten zelf onze streaks halen. We moeten zelf die B-vlog zien te pakken. Want mijn teammates die doen het in ieder geval niet. Dat is iets wat... wat vaststaat. Al die assists. Jullie doen nu wel wat. Alleen het enige wat jullie doen is nu maar kill stealen, jongens. Dat vind ik ook niet zo leuk. Er zit er weer eentje underground. Er zit er eentje onder. Er zit er weer eentje helemaal onder. Niet zo slim, jongen. Hassel stelt chopper serieus. Dankjewel, teammate. Hij zit hier weer te campen, hoor, iemand. Kan je er ook een keer mee stoppen of niet, joh, Mongol? Kap er gewoon een keer mee. Dan is iedereen blij. Oh. Ze komen weer, hoor. Hij gaat gewoon weer terug naar zijn campspot, hoor. Zie je? Zo hard te verwachten, jongen, bij dat soort mensen. Die kill je één keer en zo snel mogelijk gaan ze weer terug naar dezelfde spot om er weer te gaan zitten. Dat doen ze altijd. Kijk maar, hier komt hij weer aan. Ga nou naar een andere plek. Kut, ik ben out of ammo. Oeps. Oh, hier, tak. Thanks. Kom maar. Ik weet dat je omhoog komt. Jammer, jongen. Volgende keer beter, man. We gaan gewoon verder met die tak, hoor. Er komt er nog één naar boven. Hey, ik ben dood, want ik word gegranateerd. Maar we staan voor, we hebben... Oh, wat? We hebben de B-vlog niet! Teammates! Ik heb het hele enemy team naast me zitten. Jullie kunnen... Are you fucking kidding me? Het is de B-vlag. Dat kan elke stagger kan dat ding pakken. Het is de B... Ik heb dat hele team voor me gehad. Ik heb iedereen gekild daar. Iedereen zat in het huisje naast me. En we hebben de B-vlag nog ineens. Het is zelfs soms echt ongelooflijk wat er allemaal gebeurt in zo'n potje. En ik snap er echt soms ook helemaal niks meer van. Ik verspil mijn orbital nu zo hard. Ik sta te lang achter dat ding. Ik sta al lang achter dat ding. Teammates, ik zweer het je. Als we dit niet winnen, ik word zo boos. Ik zit niet meer voor de headshots te spelen. Nu ik zit voor de win te spelen. Want als we dit verliezen, is het echt heel slecht. En dat meen ik echt serieus nu. Jongens. De fucking B-vlag. Er staat een enemy voor jullie. Jullie gaan allemaal dood. Pak dat ding. Pak dat ding. Oké, never mind. Was te proberen, teammate. Alsjeblieft, ik heb hem. Ze komen via die kant, met z'n allen. Ik heb er nog één. Nou, hoppa, we hebben die B-vlag weer. Nu verdedigen we dat poepding. Verdedig die B-vlag. Ze pakken hem alweer. Teammates! Hij zit gewoon die B-vlag. Die enemy zit gewoon op de B-vlag. Er zitten gewoon 3 man op de... 4 man op de B-vlag. Maar aan het einde van het potje heb ik 100 kills en mijn team bij elkaar heeft hij 2 man. Ze doen helemaal niks. Schiet er lekker doorheen, joh. Ik sta erachter namelijk. Get wrecked. Get wrecked. Ik moet hier weg. Ah, nah, fucking bullshit. Pak die B-vlag, jongens. Ja, we moeten hem nu pakken. Als we hem nu niet pakken, dan... Oké, we hebben verloren. We hebben nog 1,5 minuut op de klok staan. We staan 53 punten achter. Ik krijg per 5 seconden punten bij. Ze loopt per 5 seconden 1 punt in, maar dat is nu al eigenlijk te laat. Kut camper, zo. Er zit ook iemand boven te campen, man. 15 punten achter, dat is... Nee, we kunnen niet meer winnen. Nope, we kunnen niet meer winnen. We hebben 3 vlaggen voor nodig op dit moment. Yep, dat was hem. Dat was hem, thanks teammates. Ik heb fucking 57 kills, man. Ik snap echt niet hoe we net die B-vlag niet konden hebben. Ik zat serieus in de enemy span bij de A-vlag. Dus ze hoeft alleen maar die B-vlag te pakken. Er staat helemaal niemand bij hun. Ik ga dat ding gewoon nog even pakken omdat het kan, hoor. Maar ik vind het wel jammer dat we niet hebben kunnen winnen.
Nou, alsjeblieft, jongens, ik heb hem. Voor de 14.000ste fucking keer. Ah, serieus? Ah, hij gaat niet dood. Fuck it. Dan gooien we dit ding wel op ze. Dan rennen we daarna achter die scavenger packs aan. 3, 2, 1. 1, 2, go. Dankjewel. Oh, joh, gek. Hoeveel granaten hebben ze wel niet, joh? Te veel. Ja, dat heb ik door. Zo is het team. Weet je, ik heb een knife kill. Hier, ik heb nog een orbital als je die wil. Oh, die granaat, joh. Hij kan me toch niet meer killen in de laatste secondes, jongen. Kom terug dan. Oh, ah, kak. Ja, hij kan het wel. Ik heb mijn best gedaan om dit potje te winnen. Ik zat totaal niet meer te letten op die headshots ook, want ik wilde gewoon winnen. Alleen, ja, weet je. In je eentje ga je nooit die B-vlag kunnen pakken, man. Je hebt je team erbij nodig. En ik heb het nog twee keer gedaan ook. We hebben hem nog een paar keer kunnen pakken. Alleen, ik stond hier, oh, in hun span. Ik zat alle enemies tegen te houden. Ik zat alle enemies te killen. De paar renden natuurlijk wel door. Alleen die renden via de linkerkant of rechterkant door. Dus die kon je makkelijk tegenhouden. En niemand had toen de B-vlag gepakt. En daardoor hebben we verloren, man. Is niet handig, teammates. Nope, is niet handig. Nee. Misschien hadden wij ook wel meer vlag kunnen pakken. Maar ja, weet je. Ik zat lekker te killen. Ik hield die enemies tegen. En dan is het wel logisch natuurlijk dat mijn teammates die vlag pakken. Maar dat deden ze niet. 40 headshots hebben we dit met binnen. Maar hoeveel echt in totaal? We hadden er 38 voordat deze pot begon. En we hebben er 45. 44. Oké, 44. Dan hebben we er 6 bij gekregen. Natuurlijk niet hetgene wat we graag willen halen per aflevering. Alleen het punt is, ik speelde het alleen maar nu om te winnen. Alleen we hebben alsnog verloren. Dus ja. Beetje jammer natuurlijk. Maar het was wel een leuke aflevering. Het was wel een leuke gameplay om te hebben gespeeld. Want ik zat kaarten tryharden voor die vlag. Alleen, ja, mijn teammates niet. Dus, en de enemies ook. De enemies zaten ook voor de B-vlog te tryharden. Dus, allemaal bedankt voor het kijken, mensen, naar deze aflevering. Als je nou hebt genoten, ram dan natuurlijk zo'n kaart op de like om te helpen mij enorm. En dan hoop ik jullie allemaal weer te gaan zien bij de volgende aflevering. Bij een andere video of ergens anders. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye.